Goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitzending van Uitgeslapen. Vandaag staat de uitzending in het teken van kerst. Krijn Banning ging langs bij het glazenhuis in Amersfoort. Marit Ruiter onderzocht het koopgedrag van klanten in een kerstwinkel. En Davy Lo keek de WK-finale met gasten in café Champions Sports & Grill. Voor het tweede jaar op rij is het glazen huis van 3FM Serious Request neergestreken in Amersfoort. Het evenement zet zich dit jaar in voor Stichting Het Vergeten Kind. Hoe is de sfeer dit jaar? Vorig jaar mocht er nog geen publiek aanwezig zijn bij het glazen huis. Dit kwam door de toen geldende coronamaatregelen. Maar dit jaar krijgen nieuwsgierige 3FM-luisteraars wel weer de kans om fysiek de DJ's te bewonderen. Toch lijkt het Oliemolenhof in Amersfoort niet echt storm te lopen. Op een aantal dansende mensen na blijft het rond het glazen huis rustig. Voor het goede doel van het jaar, Stichting Het Vergeten Kind, is het evenement een prachtig feestje. Ik hoop dat het vanavond nog lekker druk gaat worden, zodat we er een gezellig feestje van kunnen maken. Maar zeker hier, met de mensen die er zijn en achter de schermen en alles, is het gewoon super fijn om erbij te mogen zijn. We vinden dat zelf altijd een feestje als we mee mogen. Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben in een thuissituatie. Met het geld dat Serious Request ophaalt, hopen ze nog meer kinderen te kunnen helpen. Er zijn in Nederland echt 100.000 kinderen die zich vergeten voelen. En wij willen graag juist die kinderen ook leuke momenten bieden. En daar is het Vergeten Kind echt knijterhard mee bezig. En daarom zijn we heel blij dat Serious Request er ook nu geld voor aan het ophalen is. De DJ's Rob Jansen, Sophie Helkema en Baren van Delen zitten nog tot en met 24 december in hun glazen huis. De gasten moeten dit jaar helaas toch wel buiten blijven. Jansen en Helkema testen eergisteren positief op corona. De tussenstand is op dit moment 835.906 euro. In de laatste jaren zijn er aanzienlijk meer klimhallen bijgekomen en wordt boulderen steeds populairder onder studenten. Het is toegankelijk en goed te doen in groepen. Roy Bulder, locatiemedewerker van de klimhal in Leeuwarden, vertelt hier meer over. Dus één van de twee moet je overslaan, die mag je echt niet gebruiken. En één van de module. Nice. Tot te makkelijk voor hem. Lekker weg, man. Boulder is eigenlijk heel simpel. Het zijn korte routes, zijn vaak een beetje intensief. Maar je kunt het ook heel makkelijk maken. Daarom zijn er verschillende gradaties. En daarin kun je je eigen moeilijkheid uitkiezen. En daarin uiteindelijk omhoog gaan werken. Dus dat is wel het mooie van het boulderen. Iedereen begint op zijn eigen niveau. Er zijn steeds meer studenten aan het boulderen. De sport is in de afgelopen jaren populair geworden en dat merken ze bij de klimhal in Leeuwarden ook. Daar komen elke dag veel studenten. In principe best wel veel. Heel toevallig hebben wij ook sinds kort weer, dat heet de Mountain Fit. En dat is eigenlijk een training voor volwassenen. Nou hebben we daar nog niet zoveel studenten in, maar het komt wel steeds meer voor dat die eventjes langskomen en eventjes mee gaan kijken van hoe het nou is om een soort van training te krijgen van een ervaren instructeur. Dus niet zo heel superveel, maar meestal klimmen ze zelfstandig. En dus ook in een boulder, in groepjes. Student Owen Koller is 3 maanden geleden begonnen met de sport. En hij bouldert graag met zijn vrienden. Ik zag het wel veel op, niet alleen Insta, maar ook wel YouTube-filmpjes en zo. En ik dacht van, ik heb hoogtevrees, dus ik wil niet zozeer klimmen, want dat vind ik eng. Alleen boulderen leek me wel leuk, want het is wel... Ik ging vroeger altijd naar de sportschool en qua... Op een gegeven moment werd dat saai of zo, dat je daar alleen maar voor krachttraining daarheen ging. En hier zit een soort spelelement in, dus dat vond ik leuk. Dus daar heb ik het gedaan. Ik denk vooral dat er zijn nu steeds meer van dit soort plekken, sportscholen, die het ook hebben. Die gewoon, ja, je ziet het gewoon veel meer overal. Oh, succes, B. Lekker. Je motivatie hebt even weg. Oh.
Het jaar 2022 zit er al bijna op. Voor bedrijven is het een turbulent jaar geweest. Ook de rijscholenbranche had regelmatig last van forse tegenwind. Zo steeg de benzineprijs de pan uit en werden de wachtrijen bij het CBR nog langer. Rijinstructeur en ZZP'er Ilko Brinks vertelt hoe zijn rijschool het jaar is doorgekomen. Een gekkenhuis op twee vlakken eigenlijk. Aan de ene kant een gekkenhuis qua drukte. Mensen die door de coronacrisis daarvoor eigenlijk niet op vakantie konden, niet de deur uit konden. En toch in 2022 hebben we besloten van nou, dan gaan we in mijn geval veel motorrijbewijs halen. Ik geef veel motorrijles daarin. Mm-hmm. Dus daardoor een hele drukte. En vrij snel ook achter elkaar door. Aan de andere kant gekkenhuis. Een beetje de frustratie richting het CBR qua wachttijden en examens. Waarbij we voor de auto momenteel praten over bijna een half jaar en voor de motor bijna 3 tot 4 maanden. En heel mondjesmaat examens die vrijkomen. Dus een beetje van beide, denk ik. Gasprijzen op zich ben ik van mening, het is wel duurder geworden. Je moet rekenen dat je ongeveer een letterlijk een euro per klant per rijles meer kwijt bent. Anderen hebben natuurlijk het materiaal geleased. Veel in de leningen. Ja, en op het moment dat die stil komen te staan, dan moeten ze natuurlijk wel doorbetalen. Dus ik snap best dat er een aantal ondernemers behoorlijk gestrest zijn geraakt in de coronatijd en daarna. En daarna dachten we, jongens, de brandstof nu, dat is weer de volgende klap in de nek. En dat wekt veel frustratie op. Stress, je kan veel dingen opvangen. Alleen de drukte die dit jaar is geweest, was niet op te vangen. Dat was echt, wat ik al zei, een gekhuis in die zin. Maar je krijgt er meer frustratie van, omdat het gewoon een heel, heel stug orgaan is waar je mee moet werken. En hun hebben bepaalde beleid hebben ze ingevoerd waarvan je als rijschoolhouder zegt van ja jongens, dat is leuk hoe jullie het brengen, maar puntje bepaalt je, werkt het op die manier niet goed. Ze voeren een bepaald beleid voor rijscholen, zeg maar, die eigenlijk in de praktijk gewoon niet heel erg lekker werkbaar is. En zeker niet voor de kleinere ondernemer. De drukte bij het CBR heeft ook rampzalige gevolgen voor de rijscholenbranche. Als ik op het moment kijk voor de auto voor een eerste examen, praten we over mei volgend jaar. Dus 6 maanden haast. We praten voor de motor praten we over een maand of 3 à 4. Een herexamen met de auto is wat sneller, maar stel nou dat een leerling met een motor zakt, dan hebben ze geen herexamencapaciteit. Dus die mag dan gewoon een half jaar bijna wachten, of 4 maanden laat het zeggen, voordat hij weer opnieuw examen kan doen. Mm-hmm. Dus dat maakt het niet veel makkelijker. Plus het feit dat het CBR heeft gezegd van nou, elk examen die je nu in principe op naam inplant, moet je ook gewoon afnemen. En dan staat hij vast. En ja, dan kun je ook niet meer zo makkelijk schuiven met dingen. Het kan wel, maar het is wat omslachtiger, zeg maar, als dat het was. Dus het wordt er niet veel makkelijker op. Eén ding is zeker, in 2023 moet het CBR snel aan de bak. Shoppen. Veel mensen vinden het heel leuk. Tweedehands kleding en vintage kleding worden steeds populairder. Het snuffelen tussen kledingrekken om een prachtig vintage pareltje te scoren hoort daar natuurlijk bij. Afgelopen zondag gebeurde dit in Zwolle. Tientallen bezoekers kwamen daar langs om vlak voor de kerst nog even een mooie outfit te scoren. Bij Theater Hedon in Zwolle is het een drukte van je welste. De 5e editie van Klerenzooi is in volle gang. Klerenzooi is een tweedehands kledingmarkt waar mensen terecht kunnen om hun oude kleding in te leveren en voor een goede prijs een nieuwe outfit te scoren. Het initiatief blijkt in trek bij de bezoekers. De markt is goed bezocht. De 4 markten die dit jaar vooraf gingen aan deze kersteditie waren ook een groot succes. Het evenement wordt georganiseerd door een clubje vriendinnen die hun vrije tijd hiervoor uittrekken. Bij de ingang buiten vertellen 3 van die vriendinnen over het evenement. Ja, nou ja, het begon dus bij de Dutch Sustainable Fashion Week, waar jij regio manager was van Zwolle. Ja. En toen was Kleren zo'n onderdeel van de Fashion Week. En omdat er zoveel enthousiaste reacties op kwamen, is eigenlijk het evenement ook los ontstaan. En organiseren we het nu eigenlijk vaker. Ja, we hadden eigenlijk 1 groot evenement georganiseerd. En ja, toen wilden we iets kleiners vaker terug laten komen. Ja. En toen zijn we dat gewoon doen. Ja. Ja, het zijn echt veel meer mensen dan we hadden verwacht. En zo zie je ook wel dat er echt een markt is voor tweedehands kleding. En het is gewoon fijn om het laagdrempelig te maken. Volgend jaar komen er nog wel heel veel edities. En we hopen het zo in de zomer weer net zo vaak te doen als nu. En dan nog 2 grote edities in april ergens. Rondom deze tijd.
Na al dat shoppen krijg je natuurlijk honger. Ook aan die bezoeker is gedacht. Er zijn verschillende kraampjes met verse koffie en heerlijke lekkernijen. Het vuurwerkverbod is na 2 jaar opgeheven. Dat betekent voor de huisdieren dat een grote nieuwjaarsangst weer teruggekeerd. Stichting Dierenopvang De Wissel heeft zich hierop voorbereid. En een wat meer standaard categorie. Door het vuurwerk dat dit jaar weer afgestoken mag worden, heeft Stichting Dierenopvang De Wissel de nodige maatregelen getroffen om de situatie te beteren voor de asieldieren. Ja, het is altijd wat stressvoller, het begint nu al langzaam. We hebben een aantal honden die het echt niet leuk vinden. Dus die zijn heel erg aan het blaffen al. Zijn altijd wat gestresster in de kennel. We proberen ze af te leiden. Werkt natuurlijk niet altijd. We hebben geluidsdichte kennels. Dus dat valt dan ook alweer heel erg mee. Maar het blijft toch altijd het randje. Het is echt een beetje doorkomen. In De Wissel zijn verschillende dieren te vinden. Vooral katten, honden en knaagdieren. Het dierenasiel staat op een vuurwerkvrije zone. Dit is geregeld door de gemeente. Op oud en nieuw worden de dieren wel alleen gelaten. Maar er hangen door het gebouw camera's, zodat als er iets is, er wel ingegrepen kan worden. Ja, wij kunnen natuurlijk heel erg weinig er echt aan doen. Kijk, als jij een hond thuis hebt en je weet dat hij er heel erg bang voor is, kun je hem ondersteunen. De honden die wij hier hebben zitten, zijn niet te ondersteunen. Die vinden mensen al niet allemaal even leuk. We hebben nu best wel de meest moeilijke zitten. We hebben niet de meest makkelijke hondjes, dus die vinden mensen al heel spannend. Die laten zich niet per se troosten. Ik denk dat dat bijna een slechtere is om daar als een soort van menselijk hamer zo... Nee, het is echt een beetje voor hunzelf. Het klinkt heel cru, maar ik weet niet of ze er gelukkig van worden als wij er omheen gaan zitten. We proberen ze af te leiden door bijvoorbeeld met eten, kongen, dat soort gebeuren. Maar het is gewoon heel erg lastig. Sommige honden vinden het wel prima en andere honden zijn er een stuk anders, gaan er een stuk anders mee om. Ook aan de katten wordt gedacht. Ja, we hebben hier gewoon, ze zitten binnen 's nachts, dus ze kunnen sowieso niet naar buiten. Ze zitten gewoon in hun eigen stukje. Ze hebben een kleed, speelgoed. Het is er gewoon warm, verwarmd. Het is ruim binnen. Voor de rest ja, is het zo dicht mogelijk met geluid en hopen dat ze... zo min mogelijk horen van buiten. Het is lastig natuurlijk, omdat je nu de afgelopen 2 jaar heel erg gewend bent aan het rustige. De dieren reageren er dan ook niet op. Dus het is voor ons nu ook weer even kijken, wat gebeurt er? Want de meesten die hier nu zitten, die zijn ook allemaal, hebben nooit vuurwerk meegemaakt. Dus het is allemaal heel nieuw. Dus het is voor ons ook even kijken hoe nu weer deze groep honden erop reageert. Het is ieder jaar anders. Ieder jaar heb je andere dieren zitten. Ieder jaar weet je ook niet precies wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het met de meesten die we hebben nu wel meevalt. Dus dat ze vrij rustig kunnen reageren. Maar het blijft altijd een verrassing hoe dat gaat. Het zal je maar gebeuren. Net je rekeningen kunnen betalen en daardoor veel moeite hebben om boodschappen te kopen. Het speelt bij 125 gezinnen in Nunspeet. Gelukkig is Stichting Verborgen Armoede er om deze mensen te helpen. Op vrijdag en zaterdag deelden vrijwilligers kerstpakketten uit, zodat mensen een leuke kerst kunnen vieren. Hallo, welkom. Ik ben Chantal Alt, medebestuurslid van de Stichting Verborgen Armoede. Wij staan hier bij de loods waar wij vandaag onze kerstpakketten uitdelen. Het zou je maar gebeuren. Je kan je boodschappen niet meer betalen. 125 gezinnen die 350 mensen representeren overkwam dit in Nunspeet. Stichting Verborgen Armoede zorgt voor lichtpuntjes. Wij hebben kerstpakketten gemaakt voor de mensen die bij ons bekend zijn. We hebben vorige week in de supermarkten gestaan om boodschappen in te zamelen voor de kerstpakketten. Zodat wij de mensen een mooi lichtpuntje in de vorm van een kerstpakket kunnen geven. Het is niet makkelijk om toe te geven aan het feit dat je boodschappen niet meer kan betalen. Er is een gevoel van schaamte. Stichting Verborgen Armoede vertelt dat dit niet hoeft. Je hoeft je niet te schamen en je mag gewoon aan de bel trekken. Nou, zeker schaamte weten. Niet voor niks Stichting Verborgen Armoede. Het kan zo je buurvrouw zijn. Je kan niet rondkomen of je zit met een burn-out thuis. Je hebt niet genoeg inkomen, maar je hebt wel kinderen. Dus dan is het toch wel fijn dat we lichtpuntjes als stichting kunnen geven. We komen niet elke week zoals bij de voedselhulp. Maar we geven lichtpuntjes met kerst, met Sinterklaas, met Pasen. En voor de kinderen een verjaardagspakket in de basisschoolleeftijd. En een puberpakket voor de eerste en de tweede klas van de middelbare school. Nou, wij zijn volledig afhankelijk van giften.
Dus we krijgen geen subsidie, dus alles van bedrijven of particulieren. Nu ook met de energietoeslag, mensen die het niet nodig hebben. Die, ja, er zijn mensen die dat aan ons gedoneerd hebben. Zo komen wij aan ons geld. Je hoeft je niet te schamen. Je kan je bij ons gewoon aanmelden of iemand anders meldt je aan. Dus nee, schaamte is niet nodig, al begrijp ik het wel. We hadden een winkeltje in de winkel met een vrijwilliger erbij van of ze alsjeblieft voor ons een boodschapje wilden meenemen. En dat werd dan later ingeleverd. En dat is veel gebeurd. Ja, zeker. We zijn super trots op onze medemens. Dat ze voor een medemens die het niet zo breed heeft boodschappen wilden kopen. Zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk een project is van de burger voor de burger? Eigenlijk wel. Ja, samen voor elkaar. De kerstpakketten zijn samengesteld door burgers en worden uitgedeeld door de vrijwilligers. En dat gaat er ongeveer zo aan toe. En de vrijwilligers brengen ze langs bij de mensen thuis, zodat ze anoniem kunnen blijven. Alsjeblieft, de volgende. Alsjeblieft. Afgelopen zondag stond de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk op het programma. In Sportbar Champions Sport & Grill kwamen mensen van verschillende nationaliteiten naar de wedstrijd kijken. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er genoten van de spannende slotfase van de finale in Qatar. In de Sportbar Champions Sport & Grill in Utrecht wordt vandaag de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk uitgezonden. Voetballiefhebbers komen massaal bijeen om te zien welk land zich mag kronen tot wereldkampioen. We are very excited for the game. We have traveled across all over Europe actually. One friend of me came from Greece. Two friends of me came from Belgium and one from Denmark. We have traveled here and gathered here. Ik ben half Peruaan, dus ja, Zuid-Amerika, dus dan is het logisch dat je eigenlijk voor Argentinië bent. Hoppa! Ik heb er nog niks over te zeggen. Volgens mij hebben we wereldkampioen al hier, hoor. Dat gaan ze niet meer weggeven. Kunnen de Fransen wel heel erg, of eigenlijk de Argentijnen dus niet. Ik was blij voor Argentinië toen ze aan het scoren waren, maar ik heb net zo hard gejuicht zodra Frankrijk een goede comeback had. Dus ik al zei, ik ben hier voor een goede wedstrijd en het is gewoon spannend. Penalty. Ja. Hoe excited ben je? Ja, ik heb wel ondertussen gekozen. Ik ben wel voor Frankrijk. Ik gun het Messi persoonlijk net niet. Dus ja, ik ben nu voor Frankrijk. I can't even explain it. It's crazy, man. It's crazy. Na corona is de straat weer gevuld met mensen. Oliebollenkramen merken daarom ook meer drukte dan voorheen. Toch hebben de hoge gasprijzen en inflatie ook invloed op hun productie. Hoe pakken zij dit aan? Speciaal snufje. Gaan we niet vertellen wat erin zit. Ik ben Jeffrey Heijma. Ik heb oliebollenkraam. We staan normaal op de kermis met de attractie. En we hebben nog een oliebollenkraam. In Leeuwarden altijd? Ja, hier een in Leeuwarden en eentje in Dedersvaart. Zo rond het einde van het jaar wordt het steeds drukker bij Jeffrey zijn oliebollenkraam. Ondanks dat het goed loopt, heeft hij last van de stijgende prijzen. Zo vertelt hij hoe ze dit jaar aanpakken. Wij zijn 20 cent omhoog gegaan per oliebol. En of voor een oliebol of een krentenbol. En de andere, onze appelbiers zijn iets hoger gegaan. En de churros ook trouwens. Ja, je moet toch wat. Want ja, voor ons een baal meel is gewoon 10 euro duurder geworden. De olie is bijna 1,50 de liter duurder geworden. Dus dat is wel heel veel geld. En dat moet je in rekening brengen op een of andere manier. Anders verdien je zelf niks meer. Ook wordt er gelet op de energierekening. We proberen wel om de stroom te denken bijvoorbeeld. Zoals je ziet, we hebben zeg maar, we rijden overal elke keer één randje niet, één randje wel. Dat doen we hier binnen ook. Ja, is misschien een kleine besparing. Eén krent en één oliebol? Gewoon alleen één krent.
1 krenten. Ondanks dat de oliebollen duurder zijn geworden, blijven de klanten hem trouw. Mensen hebben wel begrip. Mensen hebben begrip, want die lezen dat natuurlijk overal in de krant. Dus ze zeggen gewoon bij hun eigen, ja, over alles wordt duurder. Hè? En dat is ook zo. Het is bijna kerst en dat betekent voor veel mensen kerstartikelen kopen. Maar met de stijgende energieprijzen zijn mensen terughoudender met een kerstinkopen. Kerstwinkel Christmas Joy in Sneek vertelt over het koopgedrag van hun klanten. Het is weer december, de maand waarin veel mensen kerstinkopen doen. Veel huishoudens geven tientallen euro's uit aan decoratie. Maar tegenwoordig rijzen de energieprijzen de pan uit. Heeft het ook invloed op het koopgedrag van mensen? Bij kerstwinkel Christmas Joy in Sneek merken de eigenaren zeker wel een verandering. En niet alleen dit jaar. Wij zijn sinds 2016 zijn wel begonnen met Christmas Joy. Dus dit jaar is het 7e jaar dat we dit doen. Nou, we zijn natuurlijk de afgelopen 2 jaar hebben we inderdaad de coronamaatregelen natuurlijk genomen, zeg maar. We moesten eigenlijk 2 weken van tevoren, voor de kerst, moesten we dicht. Dus precies in deze periode. Dus wij zijn wel, hebben zelf iets gemaakt van window shopping en website dat soort zaken hebben we opgezet. Maar als je nu merkt, de coronamaatregelen zijn weer voorbij. En eigenlijk loopt het eigenlijk nog beter dan in het beginjaar. Dus wij merken eigenlijk niet heel veel dat mensen wat terughoudend zijn. Mensen willen toch die gezelligheid en komen dan toch leuk bij ons shoppen. Door de energieprijzen zijn mensen natuurlijk wat zuiniger op hun geld. Merken jullie bijvoorbeeld dit jaar ook met vergelijking met voorgaande jaren dat mensen wat minder kopen of het koopgedrag van mensen eigenlijk veranderd is? Koopgedrag is wel veranderd, maar wat ik net ook al zei, eigenlijk merken wij niet zoveel dat mensen terughoudend zijn in uitgaven. Hadden we wel verwacht, hè? Inderdaad met de verhoogde energieprijzen, maar toch gaan mensen willen ze toch iets voor hunzelf. Dus dit jaar, eigenlijk merken wij er helemaal niet veel van, nee. Jullie bijvoorbeeld ook dat de producten die mensen kopen veranderen? Bijvoorbeeld dat mensen minder bijvoorbeeld lichten gaan kopen, omdat dat natuurlijk voor de elektriciteit aangesloten moet worden? Ja, mensen, wij hebben natuurlijk heel veel producten die op batterij gaan. Hè? Dus die worden heel veel gekocht. En ook een lichtje geeft natuurlijk ook de warmte, hè? En de gezelligheid. Een licht is altijd. En mensen kopen gewoon ook echt wel. Ja, duurder artikelen. Dus dat zeggen ze ook van, ik wil nu gewoon iets moois hebben en daar betaal ik voor. En inderdaad wel veel meer met batterij. Ja. Ja. De inwoners van gemeente Zwolle beoordelen de gemeente met een 7,9. Al jarenlang scoort de gemeente goed. Maar waardoor komt dit eigenlijk? Ook doordat Zwolle in principe gewoon best wel een chille stad is. Naast dat het gewoon een chille stad is om te wonen, het ligt natuurlijk dicht bij de Randstad. En het is over het algemeen een iets prettigere stad om in te wonen, denk ik, dan bijvoorbeeld een Amsterdam of een Haarlem. Volgens Koops komt dit met name door de goede bereikbaarheid van de stad. Fietsen, je ziet hier de fietsers die vliegen je om de oren en binnen 15 minuten ben je overal. Ja, ik denk dat iedereen dat gewoon heel erg een fijn uitgangspunt vindt voor een stad. Ze neemt mij mee naar een van haar favoriete plekken in de stad. Nou, dit is gewoon een van de vele parken in Zwolle waar je gewoon lekker kunt zitten. Gratis trouwens ook. Je kunt gewoon genieten van de natuur en dat is echt top. Volgens Koops kan de stad nog een stuk groener en is er voor de studenten ook nog een hoop te verbeteren. Zoals een betaalbare woning kunnen vinden. Want bijvoorbeeld in Assendorp ben ik opgegroeid. Ja, daar is het gewoon echt wel wat minder. En in die zin is het ook minder. Maar bijvoorbeeld waar ik nu woon, Zwolle-Zuid, ja, heb je best wel veel groen om je heen. En we hebben recent ook in de raad hebben we ons uitgesproken voor meer groen in de stad, ook in de bestaan. Ja, een van de grote problemen in Zwolle als stad is dat we een groot tekort hebben aan betaalbare woningen, ook voor studenten. Ik probeer nu een andere woning te vinden, dat is erg ingewikkeld als je niet een mooie grote dure koopwoning kan vinden. En dat is wel iets wat vooral voor studenten, starters, echt een probleem is. Te weinig ruimte in jouw woning voor een kerstboom? Niet getreurd. De boom kan ook ondersteboven opgehangen worden. Een familie uit Almere doet dit al jaren.
Nou, we hebben hier in huis natuurlijk nogal wat meubels staan. En het is eigenlijk elk jaar een beetje puzzelen van wat gaan we waar neerzetten en hoe gaan we die boom hierin krijgen. Want het is echt altijd een gedoe om alles te krijgen zoals je hem wil hebben. Zoals je ziet hangt hier alles ondersteboven. Dit zou een goede oplossing kunnen zijn voor mensen die ook klein wonen, die ook kerstvoorziening willen hebben. Maar hoe moet je het eigenlijk ophangen? We hebben gewoon de kerstboom uit de schuur gepakt, want we hebben altijd al een neppe kerstboom. En wat duct tape en we hadden die haakjes hadden we al hangen in verband met een vogelkooi die nu weg is. Dus ja, toen hebben we eigenlijk gewoon alles wat we al in huis hadden gebruikt om hem om te flippen. Inclusief de kerstballen. Inclusief de kerstballen. Nu kan je afvragen, waar moeten eigenlijk alle cadeautjes naartoe? Daar heeft Kaylee ook het antwoord op. Nou ja, officieel horen ze natuurlijk onder de kerstboom. En aangezien we de ding geflipt hebben, zullen we de cadeautjes ook moeten flippen. Wij hebben dit jaar geen cadeautjes, dus daar hoeven we ons nu nog niet zo heel erg druk om te maken. Maar in principe zouden we dan een plaat of iets van een plastic plaat of een houten plaat of iets wat daarop kan blijven liggen, erop kunnen leggen. En er zo voor zorgen dat we daar wel nog cadeautjes kwijt kunnen. En dan zijn we ook weer niet die vloerruimte kwijt. Maar ik zie geen piek. Wanneer komt die piek dan? Helemaal niet. Ja, dat komt dan naar beneden, dus dat hebben we niet gedaan. Maar duct tape? Ja, nee, dat is nou niet heel erg mooi, maar voor de rest van de boom wel. En raad je ook aan voor mensen die weinig ruimte hebben thuis, raad je een hangende kerstboom ook aan? Absoluut, het is echt gewoon een uitvinding. Ik zou zeggen, doe het elk jaar zo. En het makkelijkste is, je hoeft alleen maar even een paar haken in het plafond te maken. En als je al bij je ouders of ergens anders een nep kerstboom vandaan kan halen, dan is het zeker makkelijk, want dan hoef je niet zo heel veel meer zelf te kopen. Een plaatje draaien. Het klinkt misschien als iets van het verleden, maar de populariteit lijkt alleen maar te stijgen. Dat er veel vraag is naar platen, blijkt uit het feit dat er meerdere platenwinkels in de Zwolse binnenstad zijn. Sinds de opening van platenwinkel Varia World begin dit najaar zijn er 3 winkels bijgekomen. Hoe kan het nou dat platen weer zo populair zijn? Platen zijn populair. Zo populair dat er ruimte blijkt te zijn voor nog een platenwinkel in de binnenstad van Zwolle. Waar komt deze populariteit vandaan? Nou, ik denk dat mensen gewoon een verzamelaar zijn van origine. Dus er is ook wel hoop voor de cd, dat de cd ook nog wel, dat mensen ook nog wel cd's blijven kopen. Doe maar best of, die gaat wel goed. Maar ook bijvoorbeeld Bruce Springsteen heeft net een nieuwe plaat uit. En nou ja, altijd verkoop je Fleetwood Mac, dat is heel populair. En Amy Winehouse of Lana Del Rey, weet je wel, dat is ook allemaal wel populair. Gaat zo mee, wil je een tasje? Mag maar, ik ga naar een tasje. Hoe vaak hier kom? Nou, ik denk ongeveer om de week ongeveer. Ik kijk altijd wel even of er wat nieuws is. Ja, ik denk zo'n 200 LP's nu, inmiddels. Dus. Ik denk, ja, ik heb altijd al interesse gehad in muziek en zeg maar dat delen met mensen van mensen die ik interessant vond in muziek. Dus dat vind ik altijd, heb ik altijd wel leuk gevonden. Ik sluit jullie door. Hoe vaak ik hier kom? Dit is de 2e keer dat ik hier kom. Ik kom even terug om te kijken of ze wat nieuws hebben. Dankjewel. Ga eens nog wat met je hebben staan. Ik heb het niet vergeten, maar ik heb het niet gezien. Je hebt het hier met elkaar. Ik heb het gevoel van mijn studie van jou. Ik heb het gevoel van mijn studie van jou. Ik heb het gevoel van mijn studie van jou. Ja, platen spelen is te duur. Platen zijn te duur. Als ik ooit geld over heb, dan zou ik wel graag een platenspeler willen. Ik vind het heel erg leuk om iets in mijn handen vast te hebben. Om dan daadwerkelijk actie te ondernemen om de muziek aan te zetten. En de kwaliteit is veel beter. Ik heb heel veel artiesten die dan ik artiesten ook, de artiesten die ik leuk vind, steunen. Dat is ook een reden waarom ik het haal. In de toekomst denk ik dat de platen nog altijd wel blijven bestaan. Want ze zijn eigenlijk nooit weg geweest. En ja, of het nou nieuw of tweedehands is, er komt zoveel uit. Ik denk dat het nog heel lang door blijft gaan.
Dit was dan alweer de uitzending. Mooi om te zien dat er goed wordt gezorgd voor dieren in asielen tijdens de feestdagen. En dat er kerstpakketten worden uitgedeeld aan mensen die dit nodig hebben. De redactie van Uitgeslapen wenst iedereen fijne feestdagen en we willen jullie bedanken voor het kijken. En wij zien jullie volgend jaar weer.